Kiosk. Kerel is Ruben van Wontergem, een 11-jarige leerling aan de Meidoorn in Eeklo. Iedere dinsdag en vrijdagmiddag draait hij plaatjes als school-dj. Maar Ruben kan meer dan alleen maar achter de draaitafel staan. Dit weekend deed hij mee aan de finale van de Technologie-Olympiade. De meester had opeens, zei hij van, ja jongens, we gaan beginnen aan het thema techniek. En dan, ja, we gaan beginnen met een technologie-olympiade. Ik heb jullie daarvoor ingeschreven. En Ruben deed het uitstekend, want hij werd 28ste op bijna 11.000 deelnemers. Ruben kreeg de liefde voor techniek mee van papa van Wontergem. Hij maakte het liefst van al lichtshows op muziek. Mijn papa, die is optieker en ja, komt een beetje daarvan. En mijn oma is ook, kan alles herstellen en wat kleine prutsingsjes en. En voor we eruit gaan, toont Ruben ons een leuk experiment voor wie graag proper kleingeld wil. We gaan dit muntstuk laten glanzen als nieuw. Dit gaan we doen door de citroen in twee te snijden. Voilà. Nu gaan we dat citroensap die ik daarnet geperst heb, gaan dat in het schaaltje doen. Nu steken we het muntje in het citroensap. We wachten even. Nu gaan we het muntje eruit halen. Het is nu 5 minuten gepasseerd en jullie gaan zien dat het muntje super hard blinkt.